In het district Nikkeri hebben districtscommissaris Nisha Kurban Babu en haar team vanochtend gratis marktassen verstrekt op de markt in Nieuw Nikkeri. Met zijn actie heeft het districtsbestuur de aanzet gegeven voor het proces naar het stopzetten van single-use plastic bags. Gebruik een marktas, was de niet misverstane boodschap. Single-use plastic bags zijn de eenmalig bruikbare plastieke zakken die de winkeliers en marktverkopers grif aanbieden. Single-use plastic bags zijn een gruwel voor het milieu. Met de promotion van marktassen vandaag sluit de districtsdienst met verschillende andere instanties een week van milieuactiviteiten in het district af. Er is een lijvig programma afgewerkt in verband met Wereldmilieudag 6 juni en Wereldoceanendag 8 juni. Er is aan alle kanten huisgehouden met vuil en zwerfvuil in de vier resorten van Nikkeri. De bestuursdienst, verschillende autoriteiten, bedrijfsleven en burgers hebben de handen ineengeslagen om de week van milieuactiviteiten tot een succes te maken. Marktverkopers is geleerd hun afval in de groene vuilzakken te doen, restaurants en standhouders moesten hun achtertuin ontdoen van vuil. Te Paradijs zijn sluiskommen schoongemaakt en op Heenaar de waterwegen, Wageningen had een informatiesessie, terwijl een trash challenge was tussen Mulo scholieren te Heenaar. Op Zeedijk was er een trash challenge tussen VOS-leerlingen. Personeelsleden van de verschillende ministeries hebben de bezems en harken opgepakt om Nieuw Nikkeri schoon te maken. Ook het leger heeft zijn bijdrage geleverd aan de schoonmaak van het district. Zij hebben de rivieroevers ontdaan van zwerfvuil. Ook de vissers bij Post Rotterdam hebben de handen uit de mouwen gestoken om rommel die onder andere zelf maken op te ruimen. DC Kurban Babu is tevreden, maar zegt dat het beter kan. De planning is een beetje snel gegaan, vertelt ze aan Star News. Met een langere voorbereiding, hadden we zeker een betere participatie gehad. Zeker van de scholen, ze is niet plan het hierbij te laten, ze wil de grote schoonmaak een structureel karakter geven, we moeten het heel jaar bezig zijn om onze omgeving schoon te houden. En dat vergt 100% inzet van een ieder, de bestuursdienst, instanties, bedrijfsleven en de burgerij. Kurban Babu gelooft dat de milieubewustwording bij delen van de bevolking op gang komt. Maar zegt dat de bewustwording op de scholen moet beginnen, hoe eerder je begint. Hoe beter het doordringt en het een leefgewoonte wordt om je omgeving schoon te houden, ook de ophaal van grof vuil wil ze een structureel karakter geven, maar daar moet de burgerij voor inkomen. Omdat het gaat om hun vuil, kondigt ze aan, ze zegt niet stil te zitten bij de alomgehoorde uitspraak, er is geen geld, we moeten meer met elkaar communiceren en samenwerken. Dan komt er veel voor elkaar, ze heeft een goede respons gehad van het bedrijfsleven bij haar Milieuweek.